zijn op dit moment op Den Haag Centraal Station, waar we bezig zijn een wissel te repareren. Een Engels wissel is een wissel wat eigenlijk twee wissels in één zijn en eigenlijk in elkaar geschoven. En dat maakt dat het op een klein stuk heel veel verschillende componenten zit en dat maakt het gewoon erg complex. Er liggen hier veel wissels bij elkaar, dus dat maakt het ook nog eens lastig. En je moet zien dat we het spoor moeten opliften, daar de houten dwarsliggers vandaan moeten halen en vervolgens nieuwe moeten onderschuiven. Het uitvoeren van dit werk is complex en uniek. Het vraagt vakmanschap en betrokkenheid. En dat is wat we hier op de achtergrond ook zien gebeuren.